Een hele goede middag. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ja, mijn naam is Karen Stamman van der Werf. Mijn man die heet Roderick Stamman van der Werf. Ja, en wij wensen jullie heel erg welkom op onze YouTube kanaal. Ja, en het is vandaag dus ook is vandaag zondag 7 juni. Het is bijna 1:15, dus ik begin hem wat later. Maar dat maakt helemaal niet uit. So be it. Dus, maar we wensen jullie wel heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. We staan lekker te wachten en die meneer die vindt het leuk om inderdaad voor of achter. Even hoe je het me wil. Voor de stoptreden te wachten. Dan nog een beetje naar voren toe te rijden, ja, handig. Kijk een automaat. Dan die remmetje los. Ja, wat ik dus ook... Maar wel leuk zo'n knipperlichtje in de spiegel. Ja, die, en die heeft Alex ook hoor. Ja, maar dat is wel leuk. Is toch handig dit? Ja. Dit is leuk. Zo! Ik kan het niet eens zien. Hij ziet mensen rijden, hij gaat zelf ook maar rijden. Oh, heerlijk. Geweldig. Dus dat is heel handig. Maar ik zal wat minder lachen, want dat, ja. en dat vinden mensen dus een heksenlach. Dus ja, scheelt weer. Ja. Ik dacht al, en je rijdt weer 0, maar nee. 41, 37. Ja, goed zo. Toen regende het, mensen. Toen was het aan het regenen. Het is een beetje druilerig. Hallo, wereld. Ja, we rijden nu in een tunnel. Dat is leuk, in een tunnel. En het regent ook. Maar niet in een tunnel. Nee! Het zou wat wezen als hier een lekkage zou komen. Nu wel. Waarom? Staat hier toch allemaal nat? Ja, niet. Dus en? Kun je er toch niet in? Niet. Nee. En met jammer. De boot misschien, maar verder ook niet. Jammer. Oh, heerlijk. En je bent lief, wist je dat? Nee. Maar je kan morgen weer open op de fiets, hè, en naar je werk. Dat is wel lekker. 7 uur beginnen in plaats van 5:30. Lekker hè? Dan kun je weer een beetje uitslapen hè? Uitslapen tot 6 uur. Ja. In plaats om 4 uur eruit. Ja. Kan je weer even nachtjes, ja hoor. 2 uurtjes bij slapen. Ja. Ja mensen, ik heb hier een pukkeltje gehad en die heb ik uitgekneept, is leuk. Nee. En dit heb ik er dus van over, maar ja, niet uit. That's life, ja. Zo is het leven. Ja, en dan gaat Roderick zo meteen even gas geven. Om dus door het groene licht te mogen rijden. En dan gaat hij een hele mooie bochtje maken. En dan ga ik heel raar een geluidje maken. Zo, zo ga je mooie draaitjes maken. Zo, je kan goed rijden op schat. Dus daar ligt het niet aan. Dat scheelt wel. Ja, dat scheelt wel. Nee, gewoon een beetje een dolletje maken. Moet kunnen. Ja. Oké, we zitten in de auto. Zoals jullie kunnen zien. Dat is gezellig. Waar zullen wij naartoe gaan? Jou, waar ik ook ben.
Ik hoor je stem. Dan is er toch iets los? Ze zijn aan de telefoon, vindt dat hier. Precies dat. Wortka. Ga nou eens even uit mijn beeld. Ik wil een foto maken van Rotterdam. Ja. Krijg ik dit er weer doorheen? Dat groen! Nee, dat schiet op! Groen Rotterdam. Dat is hier op mijn achterpunt. Kun je maar een café foto. Marmer breekt. Ken je dat nummer? Marmer breekt niet? Geen idee. Jongens, aan de andere kant. Ja, een foto van maken. Ja? Van Rotterknor. Komt er nog een? Dan niet meer. Nee, maar straks. Is geen scheldwoord. Nee, ook niet. Hoort het niet in mijn vocabulaire hebben. Dam, kan ook, hoor. Ja, ja. Ja, nou, heb je pech gehad. Wat dam, ja, dat niet meer. Mooie post trouwens. Mooie postje. Mooie postje. Jij weer aankomen rijden. Nee, dat is lekker. Heb ik jou weer in mijn beeld hangen. Plekken. Nee hoor, Rutte. Doe ik ook niet. Nee, we gaan ook juist een rustige plek op. Juist. Dus het weer niet goed. Ja, hier mag je gewoon lekker rijden met deze bakkie. Aha. Jammer joh. Ja, rustig. Oh, zo! Wauw! Wauw! Ja. Wauw! Wauwie. Roderick en die vond dat leuk hoor, om te doen. Wat? Nou, met dat andere. Ja. Nee, ik wou een foto van jou maken. Ja. Eikelientje. Ja, nee. Zo, Magda. Nee, Magda. 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 Die ene auto, die ging hier weer overheen en dan weet ik al op. Ja, ja. En je staat hier alsnog weer in de file. Filet. Dat geeft niet. De? Daarom gaan heel veel mensen ook daar zo, maar ik wil dat niet. Dan sta je hier weer en voor de verkeerslicht te wachten, wil ik niet. Oké, en nou kan je weer zo meteen even leuk en grappig doen. Dan wil ik een thumbnail van je hebben, ja? Dat toch stil. Het wordt hier een beetje donker en dan kan ik het niet. Dat is niet handig. Een tunnel maken terwijl je dus in een tunneltje staat. Kijk. Een tunnel. Hij is wous, jongens. Hij is echt gewoon wous. Hij spoort gewoon niet. Een walrus, zegt hij. De wat? Een walrus. Een walrus, ja. Prima. Als jij dat wil, ja. Walrus zijn. Van die tanden. Nu ons vertellen waarom dit dus nu in Rotterdam is. Want daar heb je dus een tekentje dat het dus voor. En voor andere auto's zijn. En voor, en voor calamiteiten. Maar hier heb je wel die hele mooie gele lijn. Net zo mooi geel als mijn trui. Wij wel. En aan die kant heb je het dus niet. Nee, het verre. Ja. Dus ja.
En anders was je dus via met die andere kant was gegaan en dan was je hieruit gekomen, maar dan moest je als toch weer die kant op. Dus ja, wie kan het ons vertellen? Ik weet niet eens op welke weg we zitten eigenlijk op dit moment. Huh? Asfalt. Ja, en de asfaltweg. Nee, lekker handig jij met je asfaltweg. Oh, 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 snuggere Harry. Snuggere Harry, ja. Kijk, dan laat ik het zo meteen wel weer ook even zien. Wat ik bedoel. Ik zit jou nou niet in een in je vaarwater. Nee, maar ik bedoel met dit. We laten je ertussen. Kijk, vandaag is dus een hele lijn. Dus daar mag je dus ook nou niet doorheen rijden. Het is rood. Dus ja, dan mag je toch nog niet rijden. Nee. Handig toch? En ik weet niet welke straat we zitten. Nachtgalstraat of zo. En we zijn op de Zijnstraat van de Tiendense Straat, heet, weet ik het. Bij de cannabisverkoop. Sensi Smeuw. Ja, Sensi. En geen Sensai, hè? Nee. Nee. Ja. Zo, oké. Ja, zo kan je ook rijden, joh. Ja, best. Prima. Kijk, en nou kan ik het aan jullie laten zien wat ik dus bedoel. Kijk, hier heb je van die hele mooie ding. Het is hier helemaal geel, geel, gele, 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 gele streepjes. Handig.nl. Nog steeds weet ik de straat niet, maar oké. Heel slecht van mij dat ik het niet weet. Misschien dat andere mensen het wel weer weten. Dat kan maar. Zo, en toen stonden we hier weer. En waar zijn we weer? Ja, bij onze grote Euromast. Ik vind het toch wel iets heel leuks, hè, steeds. De Euromast. Maar het is stervensduur als je dus daar naartoe wil. En in wil. En je mag wachten. Bij de Euromast. Bij de Euromast. Wachten. Het is waarschijnlijk gewoon druk. Met drukke plekken. Ja, en wat hebben we achter ons? Dat. Hé, oma. Ja, dat is leuk om met mij te gaan communiceren. Dat je blij bent. Ja. De M van, weet ik het. Maas. Staat er nog? Ja, weet niet. Luxor. Wel even zo, zonder een mannetje erbij. We zijn dus even nu even lekker in Rotterdam. En ik zal even die mooie brug even er helemaal opzetten. Vind ik leuk. Ja, even lekker in Rotterdam. Ik zie alweer de Euromast.
podcast ook. Ook alweer grappig. Maar ik ga nu eerst eventjes een mooie brug op de vlog zetten. Yep, want mijn oma die is dus in Rotterdam vroeger geboren. Maar wat ik dus van mijn moeder heb begrepen, dat ze dus dat mijn oma vroeger 1 jaar was en dat ze dus al uit Rotterdam is verhuisd. Maar ja, het is nu dus 10 jaar geleden dat ze dus helaas begraven is. Dus ja, toen hebben we dus met Ro over gehad van, joh, hey, luister, ik wil gewoon lekker Rotterdam, haar en geboortestad, haar gewoon eventjes, hè, een soort van, toch eventjes mijn ding, even haar eigenlijk herdenken. Yep. Heerlijk op het terras staan, ik wel. Ik ben slim. Denk jij dan? Nee. Ja. Nog even 1 keer. Dat is wel leuk. En dan ga ik weer lekker terug naar mijn mannetje. Naar mijn mannetje. Schrappig naar mijn mannetje toe lopen. Ik ga geen €4,14 betalen voor die hele parkeerplaats daar. Dat ga ik echt niet doen. €4,14. Voor per 10 minuten, ben je niet goed? Ze zijn hier niet wou, joh. Rotterdam, hè? Rotje knor. Zo'n mooie toren dit, hè? Zo'n mooie toren. Dat is een beetje sky high. Dat is het enigste. Nog een keertje Urbex hier helemaal. Leuk Urbex. Kom je daar in vredesnaam?
dit is mooi. Deze rondjes hier. Yep. En daar heb je de Euromast. Alweer. Hè? Alweer. Hij kijkt hier allemaal. Oh nee, niet. Hij kijkt wel te rond. Ja, oké. Was je in één keer weer aan de andere kant van Rutje Knor. Ik dacht hier, dat is een zwel. Yep. Geen Rode Kruis, nog niet. Naar die andere kant waarschijnlijk toe, als ik het zo goed zag. Want er is een ja, andere kant, die kant op. Yes. Ja. En die was er niet. Gefeliciteerd. Nou, gefeliciteerd, want het is op en op de hoogte van en van die gebouw daar. Kijk, kruis. Ja. Yes, kruis. Ja. Het is gewoon een heel gevaarlijk punt daar. Het
zijn ze dan snel, zeg. Jezus, Minga. Je hebt een collega nog achter je. Die is heel snel ter plaatse. Je hebt uitgereden. Blij dorp, yep. Jij rijdt sowieso te hard, vriend. Ja. Nee, zo. Je mag hier nu 70. En hij is al weg, zeker, of niet? Want hij stond hier. Over het heuveltje? Bij spitsing. Ja, kan. Ja, dat denk ik dan wel, ja. Ik dacht dat hij hier stond. Als de vierbaans weg, dacht ik. Ja, kan. Ik dacht dat hij hier stond. Voor mijn gevoel. Maar... 2 afgesloten. Kijk, autootje. Ja, hier. Nou, we zijn dus weer lekker thuis. Ja. En ik lig nu dus nog even lekker weer op bed, zoals jullie zien. Want ik ben gewoon even leeg, moe. Eigenlijk wel, eigenlijk weinig dingen gedaan. Maar ja, veel op de film gezet, wat jullie dus wel hebben kunnen zien. En ja, het is gewoon een dubbeldag vandaag. Vandaag 10 jaar terug dat mijn oma dus inderdaad hebben moeten gaan begraven. En vandaag had mijn stiefvader jarig kunnen wezen uit mijn hoofd. 57 jaar kunnen zijn, maar helaas ook dat niet. Nop. Dus ja, dus even een dubbel ding. En ik heb zoiets van, ik mag ook eventjes aan mezelf lekker denken. Dus ik ga nu even lekker niks doen. Misschien val ik in slaap, Jammer dan, ik heb hier sowieso even wat lekker drinken daar. Lekker ginger ale, ja, helemaal lekker. Vind ik fijn, vind ik leuk. Yep. Dus dat ga ik eventjes lekker drinken, ook zo meteen. En ik ga eventjes wat vlogs kijken. En dan misschien val ik lekker in slaap, lekker ook even. En vanavond even onder een douche. Ja, en misschien het weekend. Aankomend weekend misschien eventjes een lekkere maskertje of zo. Of misschien straks. Moet ik even kijken hoe ik me voel. Dus jullie zien me straks wel weer. Zo, ja, en zo, daar ben ik weer. Mevrouw Kreupel. Het is inmiddels alweer 8:10. Ja, ik heb geslapen. Hi. Hi. Zie jij eruit? Wat zie ik eruit? Wat zie jij eruit? Ja, weet het niet. Alsof je kreupel bent. Ja, dat is mooi. Moet toch ook? Ja, tuurlijk moet dat ook. Mag toch? Tuurlijk moet dat ook, zegt hij ook nog. Het mag toch dat jij ook een keertje kreupel ziet? Ja, kreupel ziet. Ja, ziet. Je ziet dat jij kreupel bent. Ja, ja, oké. Okay. Ja, want je zo staat te waggelen van de pijn. Ja, nou ja, niet in die pijn, maar Emma, ik heb gewoon spierpijn. Ja, dat is pijn. Ja, die voor jou, ja. Dat is ook pijn. Ja, best. Wie wil er op? Wie? 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 Lady, kan jij hoog? Doe maar, hoog. Lady, hoog. Lady, hoog. Lady. Hallootjes, kom. Ga eens hoog. Naar buiten. Hoog. 1, 2. Goed zo. Dat was een dingest, ik weet niet. Dat ging een beetje hard. Ja, maar dat maakt niet uit. Nee. Ja, daar was ik weer. Gezellig. Maar lieve mensen, ik ga deze leuke vlog weer afsluiten. Het was een dag met een sterretje aan de hemel. Ja, moet kunnen. Het is bijna 11:00 in de avond. Maar alsnog wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer even hieronder. Doe gelijk het belletje aan hieronder. Daarnaast heb je duimpje. En dan onder heb je een leuke vak waar je iets leuks kan typen. Ik zou zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En dan zien we jullie heel graag morgen weer terug bij een gloed. Nieuwe vlog. Doei!